Hey mensen, top dat jullie bekijken en welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, het autoschommelproject, hè, het is eigenlijk eindelijk klaar. Dat was een hele berg werk. We gaan natuurlijk nog wel een paar testen doen en zo. Maar vandaag gaan we gewoon eens even helemaal iets anders doen. Lekker toch? Tom vindt het ook lekker. Koffie erbij. Ja, we hebben er weer zin in vandaag. Ik heb gisteren gewoon nog tot 1 uur zitten ondertitelen, joh, om die video helemaal af te krijgen. En jij hebt tot hoe laat heb je zitten editen, man? 10 uur was ik naar huis, volgens mij. Dat is 10 uur s'avonds dus, uiteraard, hè? Nee, 10 uur 's ochtends was ik daar. Precies zo. Ja, dat zou zijn. Ja, die dagen heb je soms, hè, dat doe je het ook voor, hè? Voor ja, dat is wel. Maar het resultaat mag er zijn. Ja. En dat is mooi, want nu kunnen we gewoon weer aan de slag gaan met allerlei andere brute projecten, natuurlijk, hè? Dan gaan we eindelijk een keer verder met de tanks. Ja, ik zag allemaal comments voorbij komen. Joh, maar dan gaan we weer verder met de tanks. Dat gaan we binnenkort doen. Misschien moeten we nog een keer een poll doen over welke projecten we nou eerst verder moeten aanpakken. Want er liggen natuurlijk een paar hele vette dingen op de stapel. Hè. We kunnen natuurlijk verder gaan met type 69. Ja, die staat nou eigenlijk dusver in elkaar dat hij gewoon gespoten kan worden. Gespoten? Moet hij nog een andere kleur worden? Ja, dat klopt. Er zit allemaal groene stukken aan. Er moet allemaal zandkleur. Er zitten allemaal stickers op. Daar. Mark. Ja, Mark heeft overal clean base stickers zitten spammen. Dus. Maar ja, die gaan natuurlijk allemaal eraf als je straks gespoten wordt nog. Hij wordt nog een keer zandgeel. Er moeten ook nog de letters erop komen en zo. Er zijn nog wat dingen te doen. En volgens mij heeft Pieter ook nog een projectje liggen hier zo. Ik weet niet wat het allemaal is. We gaan hem dadelijk even bellen waar hij is, want ik weet er helemaal niks van. En je hebt nog Russische wagens staan. Nou ja, ook. En we hebben natuurlijk die Volvo BV 202 nog staan, die we ook nog een keer even af moeten werken en serieus moeten testen. De BNP, wachten op brandstofpomp. Ga ik dadelijk nog eens een keer even achteraan, kijken hoe dat zit. We gaan binnenkort auto's plat rijden met die. Woehoe. Ja, precies. Ja, dus die moeten we ook nog even een keer goed nakijken. Want er waren wat brandstofprobleempjes en sowieso moeten we alle vloeistof even nakijken, smeren en zo. Dat soort dingetjes. Gewoon wat onderhoudswerk. Ja, maar dus. Over onderhoudswerk gesproken. We gaan vandaag helemaal iets anders doen. Ja, precies, ja. Ja, dat ga ik niet alleen doen. Kijk hier. Saïd is hier. Mijn neef. Ja, gezellig jongen. Hij zei... Ik kom een dagje mee helpen. Oh, daar was ik helemaal niet van op de hoogte. Nee jongen, er is nog veel meer waar jij niet van op de hoogte bent. Dat blijkt maar weer. Nee, maar nee, hij is eigenlijk bezig als elektricien. Yes. Ja, met de opleiding ben je nog mee bezig. Ja. Lekker man. Ja, precies, je wilde even een beetje oriënteren. Ja. Dus ik denk van ja, het is misschien wel mooi om even wat metaalbewerking te doen, want dat hebben we de afgelopen tijd nog niet gedaan. Hey, maar dat is mooi. Ik heb een mooi projectje verzonnen waar jij mee aan de slag kan. En dat is een ding dat moet eigenlijk heel dringend, want we hebben nou van die schitterende cilinders gehad. Van Airbnb met van die mooie speciale dingen erop en zo. Ja, je ziet het. We hebben een hele verzameling staan hier van die flessen. Die hebben we nou pas geleden zijn hier neergezet. Maar die mogen uiteraard niet op zo'n manier worden opgeslagen. Nee, dat is best wel een veiligheidsdingetje. Sowieso mogen flessen niet losstaan. Want als ze omvallen, ja, dat is niet best. Vooral als zo'n kraan eraf gestoten wordt. Nou zijn die natuurlijk allemaal wel best wel goed beschermd. Maar goed, dat is niet de bedoeling. Ze mogen natuurlijk niet om kunnen vallen. Maar ze mogen ook niet binnen staan. Dus dit kan ook al niet op deze manier. Ze moeten dus buiten worden opgeslagen. En daar moeten we dus een gashok voor hebben. Ja, en die flessen mogen ook niet zomaar op een kluitje op elkaar staan. We hebben hier verschillende soorten flessen staan. Deze flessen met die groene bovenkanten. Dat zijn allemaal flessen. Dat is eigenlijk beschermgas voor het lassen. Dat is inert gas. Dat is eigenlijk een gas dat werkt vlamdovend, zuurstofverdringend. Dat is juist om te zorgen dat je geen zuurstof in het smeltbad van je las krijgt. Dat zijn, behalve dat er heel veel druk op die flessen staat, zijn die dan nog het minst gevaarlijk. Maar deze knaap, daar zit acetyleen in. Dat is een brandbaar gas. Dat gebruiken we bij de snijbrander. Ja, dat is natuurlijk al een stuk linker. Deze fles, ja, dat is een fles die wordt vaak een beetje ondergewaardeerd qua linkheid. Maar daar zit zuurstof in. En zuurstof is dus brandbevorderend. Dat is eigenlijk nog veel linker dan veel andere gassen. Juist omdat als jij je hebt een bepaalde brandstof.
En dat, als dat begint te branden, dan reageert dat met de zuurstof die in de lucht zit. Ja, en dat is maar een klein percentage. Maar dit is 100% zuurstof. Dus als er 100% zuurstof in jouw vuurhaard terechtkomt, ja, dan gaat het in één keer heel hard branden. Ofwel ontploffen, dat kan ook nog. Dus dat, ja, dat is dus wel, wel serieus. Niet binnen opslaan, dat is natuurlijk niet best. Dus je moet een geventileerd hok hebben. Dus ook zorgen dat het geen dicht hok is uiteraard. Want dan heb je misschien een fles die niet goed dicht staat, die een beetje aan het lekken. En ja, als je dan daar een vonkje hebt, dan ja, denk ik dat ik daar niet hoef uit te leggen. Dus het is buiten in een geventileerd hok afgesloten. En ook, ja, ze mogen niet allemaal op een kluitje bij elkaar staan. Ze moeten dus gescheiden staan. En gescheiden is al genoeg als er gewoon een hekje tussen zit waar de flessen niet bij elkaar kunnen staan. En dan is mij verteld dat zuurstof, daartussen inert gas, daarnaast brandbare gassen. Oké, okay. Nou, hebben we al een heel design gemaakt. Jazeker. Ja, dit is, kijk hier. Ja, dat ziet er vakkundig uit, toch? Helemaal duidelijk wat het moet gaan worden. Dus, oké, okay, laten we maar gewoon gaan maken, denk ik. Dan ga ik ondertussen daar wat plek maken en dan ga ik die plaat ook tevoorschijn halen. Die straks nog. Deze en dan nog? Ja hoor, dan. En dan roep ik je op nu. Nee hoor, dan kun je gewoon een slag met die koker en die hoeklijn. Hè. Ja, dat is die grote hoeklijn. Ja. En die koker is. Dat is die 75, die rechthoekige die daar ligt. Ja, en dan die andere ook. Ja, die kunnen wij ook meteen maken, hè? Dat is die voorste, die lange wil je zeggen. Want van die koker hebben we twee nodig, toch? Voor eentje achterop en voor. Ja, we hebben hier koker 40. Die leggen we voor. Dat is er maar eentje. Ja, dat is er maar eentje. Ja, hallo! We hebben het helemaal bedacht. We gaan het stuk containerwand gebruiken om ons hokje te maken. Ideaal. Korte staal, stevig. En het roest niet, het is niet door. Nou, laat ik het even doen, let op. Kan ik zien? Zoals ik. Las gewoon een aantal van die bolletjes en dan kun je daarna, ja, zeggen, maak jezelf een beetje gewend met het ding. Ik ga even herrie maken, dan moet je misschien daar even oorkappen erbij zetten. Dat is goed. Dus dan steek je eigenlijk echt met de toorts. Ja. En dan heb je ook slepend, dat is eigenlijk meer zo. Dan heb je minder inbranding. Ja. Maar ik zou zeggen, las eerst gewoon een aantal bolletjes, ja. Probeer het maar eens even. Is goed. En dan, als dat dadelijk lukt, dan kun je straks het ding in elkaar rijden. Dat is goed, ja. Ik heb hier oorkapje voor je klaargelegd. Ik ga daar een herrie maken, dus. Oké, kun je met twee handen hoor. En zo wat dichterbij. Je moet hem wat dichterbij houden, zit. Zo? Nee, een stuk dichterbij nog. Echt. Dat ding erachter. Ja, wat je hebt qua uitsteeklengte. Kijk, dat is ongeveer de afstand die je moet hebben met de toorts. Hoeklijn. Goed. Vervelende werk in die platen door te slijpen. Dat is zo klaar. Mooi. Ja, allemaal een boel huishoudelijk werken, hè, dit allemaal. Dingetjes rond de werkplaats die moeten gebeuren. Hey, over dingetjes die moeten gebeuren. Het kantoor
is bijna klaar, hè? Ja, dan zijn ze gisteren allemaal met een heleboel man aan het schil... man en vrouw. Ja, zeker. Ja, we hadden namelijk Wilbert, Mark en Sharon. Die zijn aan het schilderen geweest daar. En Leon heeft ook nog het een en ander gedaan, geloof ik. En nou zijn ze ook weer volop bezig daar, hè? Ja, we kunnen echt binnenkort gaan verhuizen. Mooi. Zitten er nu in, schakelmateriaal zit bijna allemaal op. En nou even gauw naar het dorp wat dingetjes halen voor de afwerking. Sharon is druk de kozijnen aan het schilderen. Wat? Ja, morgen kun je erin, Ivo. Mooi. Ja. Ja, vind je het mooi, hè? Ja, dat ziet er goed uit, hoor. Ja, ik ben hier niet zo goed in, hoor. Maar ja, dan heb je met die mannen, dan moet je achteraan zitten, hè? Want anders voeren ze... het is een mannenkanaal. Ik help even een handje. Ik ben aan het schilderen. Wat wil je dat ik erover vertel? De kleur is wit. Heel wit. Ik weet niet of ze dat op camera hoorden, maar Tom lachte heel hard. Oh. maar in ieder geval tegen mij, denk ik. Nee, ik denk dat het om de edit ging. Oh. Maar Ivo, wat ben jij ervan? Ik vind het hartstikke mooi. Zie je jezelf hier al zitten? Ja, zeker. Word je dan helemaal zen? Ja, laten we dat doen met kaarsjes en wierook. Nee, wacht, dat wordt gevaarlijk. Maar ik ga nog even bij jou, bij die vent van jou kijken. Ja, we zijn nog steeds niet getrouwd. Ja. Ik word verwaarloosd. Nee. Dan komt het helemaal goed. Ja, dat is mooi. Dan kunnen we deze hier tussen leggen zo. Waar deze moeten liggen, want anders moet je weer gaan sluiten. Dus dat je dan... Is goed. Ja hoor, perfect. Dat is goed zo.
weer. Hey. Ja, ja. Eerste lastwerkstuk. Nou, dat komt helemaal goed zo. Dan nu, dan moet het gaan aflassen. Ja, wil je dat ook proberen? Of wil je liever iets anders doen? Ja, dat is wel leuk om hetzelfde te proberen, toch? Daarom. Nou, je kunt best een stuk, oefenstukje hebben, denk ik. Dan zou ik zeggen, probeer daar eerst even wat mooie lasten op te leggen. Het beste is gewoon beginnen met hier wat gewoon van die rechte lassen proberen te maken. En dan kun je dadelijk proberen hier eens een las op te leggen. Ja. Maar het is het fijnste om een las te leggen die, die horizontaal ligt. Dus als de bewijs van spreken, ja, het is gewoon zo onder de hand lassen, is het fijnste. Als je zo iets hebt wat rechtop staat en je moet zo lassen bijvoorbeeld, dat is een stuk lastiger. Dus het is altijd wel mooi om je werkstuk horizontaal te hebben liggen. Verder moet je rekening mee houden dat je het een beetje de volgorde, dat je niet in één keer hier alles wat je ziet aflast. Dat moet je natuurlijk niet doen, want dan breng je heel veel spanning aan en dan trekt alles krom. Dus ik zou het zo meteen toch weer even vastzetten op de werkbank wel hoor. Okay. En dan zou ik beginnen met deze. Even de lassen langs de binnenkant die een paar lasjes inleggen. Ja. Dat die hoeklijn gefixeerd is. En dan zou je het makkelijkste denk ik deze kunnen lassen. Deze, die hoeklassen. Ja. Ja, eerst maar even daar wat oefenen. Ja. Ja, je moet eigenlijk terwijl je aan het lassen bent, moet je daar goed opletten dat die las in beide materialen is ingebrand. Ja. Ja, dus bij deze hechtjes is dat eigenlijk allemaal het geval. Ja, ja, eigenlijk wat je wil is dat die las zo echt zo in beide materialen gegroeid zit. Alleen de blindjes toch nog, hè? En dan, Ja, stiekem nog wel veel meer dingetjes. Maar dat komt allemaal wel. Voornamelijk is nu dat deze hoek en die hoek eigenlijk de blind helemaal opzitten. Want dan kunnen die er morgen in. Ja, helemaal top. Ja, en het is gelukkig afwasbare verf, dus ik kan straks mijn eigen vette gouden afwas. Heb ik daar ook al gedaan met lekker die ik net heb afgewerkt. Oh ja, op camera zie je er niet. Dus, Nee, maar ik heb het gewoon gemaakt. Dus. Oh man, eigenlijk leuk. Ja. Nee, ik ga nu zorgen dat deze zo meteen helemaal ligt. Afgekit hem wel. En dan zien we hoe ver we komen, hè? Lekker bezig, man. De laatste keer nog even lekker je ding doen. Kom goed. Jojo. En er moet straks ook deuren heen komen. Dan had ik bedacht om eigenlijk een frame te maken van deze koker. Moeten we dan in bestek zagen. En dan kunnen we die straks als een mooi rechthoek aan elkaar lassen. We hebben twee stuks. Dan had ik net de maat. 1,82. Kijk, dus dan moeten we eigenlijk vier van die kokers hebben die dan 1,82 meter zijn. Mm-hmm. Van de langste kant. Hè? Dus om hem dan in verstek, dan moet je hem dadelijk de koker een halve slag omdraaien. Kijk, ik heb het eerste hoekje heb ik er al afgehaald zo. Okay, ja. Kijk, en dan kunnen we dan hebben we eigenlijk vier stukken van 72,5 nodig. En vier stukken van 1,82. En dan hebben we twee van die raamwerken en die kunnen we straks in elkaar lassen als deuren. Even change of jobs. Ik ga verder met lassen. En dan gaat Saïd ondertussen materiaal zagen voor de deuren. En dan, ik ben benieuwd. Hopelijk kunnen we een heel eind komen met het hok vandaag. Ik denk niet dat we het helemaal afkrijgen. Het is stiekem toch best wel een aardig werkje natuurlijk. Maar als het begin alvast gemaakt, kun je het morgen afwerken. Kunnen we mooi die fleshandel buiten neerzetten. Dat is een goed werk.
Zo. En klaar, Kees. Hij mag eigenlijk het meeste overstek aan de voorkant hebben, want aan de achterkant kip hij op. Dan lopen de korflijns eraf.
kei sterk, hè, meteen met het dak erop. Net kon die hiervoor nog zwabberen, maar nu niet meer. Die hoeklijntjes hier, die hebben echt... ja, die kun je voor de grap eraan doen, maar die doen verder helemaal niks. Je kunt beter terug in schap leggen, denk ik. Sterk genoeg zo. Zullen we nog eventjes op de voorkant leggen, dan las ik die andere. Of trouwens gewoon op zijn achterkant, kan ik die meteen allemaal doen. Ja, laten we hem zo neerleggen. Bang! Nou, die bang zijn dat je omvalt vanwege de deuren die eraan hangen hier. Ja, daar had ik ook nog aan gedacht. Ik denk als we scharnierende deuren hebben en die zijn behoorlijk zwaar, dan heb ik kans dat de deuren ook valt ding om. Maar dat hoef je niet zo bang voor te zijn. Deze zit ook eigenlijk best wel op hoogte dat je niet precies je... Hoogte, ja, dat je gescalpeerd wordt als je in het gashok gaat kijken. Guns, ligt in één keer je haar bovenop. Bovenop het dak. Naar gedachten. Ja. Ah, dit moet er toch. Dit valt wel mee. Dit is trouwens niet beschermd. Maar die andere kant die is pas geslepen. Dat moet er wel ontraamd worden. Nou, maar dit is goed zo. Dat is een sterk hok. En ja, voor de bodemplaat had ik bedacht om gewoon deze voor te gebruiken. Dan leggen we een paar van die repen erin. En dan ook met ruimte ertussen. Dan is de onderkant ook eigenlijk open, hè? Want dan kan de hok ja, rondom ventileren. Hè? Kijk, hier zijn overal tieren en hier en hier aan de zijkant ook. En dan de roostervloer erin en dan straks van die gazen deuren erin. Ja, dan is het helemaal prima. Zo moet dat volgens mij. Ja, en dan schotjes erin, zodat we de verschillende gassen kunnen scheiden. Dat moet dan ook nog. Nou, en dan denk ik dat het helemaal goed is op deze manier. Ja, ik zou zeggen, als er nog... opmerkingen zijn over het gashok, dan zet ze vooral in de comments. Maar ik denk dat die goed is. Het is een mooi ding. Je kunt het bij de heftje overal neerzetten ook. Dat is ook wel handig. Ja, Saïd, wat vind je ervan? Dat is super mooi. Ja, toch? Ja. Ongemakkelijke stilte. Brr, 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 brr. Hey, we gaan het afsluiten. Het is mooi geweest. Dus ik zou zeggen, hey, Saïd, jij hartstikke bedankt voor je hulp vandaag. Ja, dankjewel, geen probleem. Ja, mooi. Kom nog een keer terug. Ja, tuurlijk, allicht. Ah, ja. Super. Hey, en jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende!